Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Leading Ladies. Op dit kanaal ga ik elke maand in gesprek met een straffe madame. En deze maand is dat Katrien Vermeijden. Dag Katrien. Hallo. De eerste vraag waar ik altijd mee start is, wie ben je? Goh, wie ben ik? Ik ben Katrien Vermeijden. Ik zeg altijd tegen iedereen, ik ben eigenlijk maar een simpel meisje van de zee. Geboren en niet meer getogen, maar geboren in Oostende. Ik ben een vierde mama van een plusdochter en een zoon. Ik ben getrouwd met Nicolas Meijer. Oké. Okay. Ja. En we zitten hier in John & Jane. Ja, vandaag zit je bij John & Jane. Het is hier uitzonderlijk wat stiller dan anders, want anders voel je hier de bedrijvigheid van de productiemanagers en de accountmanagers die bezig zijn. Maar door huidige omstandigheden hebben ze een extra weekje verlof gekregen, dus het is hier stil. Ik ben dat niet gewoon. Ik heb graag mijn John & Jane believers, zoals ze heten, rond mij. Je bedrijf speelt zich af in de eventensector, we gaan er straks meer over hebben, ja. Over je bedrijf. Waar vind je de kracht om door te gaan tijdens deze coronacrisis? Want jouw sector is wel hard getroffen geweest. Waar vind je de kracht? Eigenlijk heb je, dat is iets dat volgens mij natuurlijk is. Ik ben van nature uit altijd positief. Ik ga altijd ook gaan zoeken naar de oplossingen. Voor elk probleem zijn er oplossingen. En ik heb nog nooit meer gewerkt dan in corona. Ik meen dat echt oprecht, omdat... Ja, je bent wel verantwoordelijk voor 20 gezinnen. Dat is niet weinig. Die 20 gezinnen hebben kinderen. En daarna hebben we het ook opgenomen, een stuk voor onze sector, waar je ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid voor draagt dan. Dus dat voelt heel natuurlijk aan. Maar ik vrees ervoor een keer dat we... echt uit de corona zijn, of toch het meest belastende, dat ik misschien wel een keer zo een klopje kunnen krijgen. Ja. Omdat zo, het enige dat je doet is, ja, wij noemen dat in het West-Vlaams deuren doen. Deuren doen. Ja. Niet zagen, doordoen. Typische West-Vlaamse mentaliteit. Ja, dat wordt dan gezegd. Maar weet je, ik moet altijd die smile hebben op mijn gezicht. Mm. En ik moet zoeken naar die oplossingen. Want we hebben een supermooi bedrijf, we hebben een supermooie sector. En ook wij zijn het waard om daarvoor te vechten. Het was niet voorbestemd, mag ik dat zeggen, om in het ondernemerschap te starten? Je hebt eerst andere jobs. Ja. Ik heb eerst wel wat andere... Ik denk wel dat ik altijd ondernemend ben geweest in een bepaalde zin. Ja. Bijvoorbeeld... Als ik jong was, dan had je zo Greenpeace was dan enorm in. En dan ging ik krantjes gaan verkopen in de week voor Greenpeace. Krantjes dat ik dat zelf in elkaar stak. En ik verkocht dat dan. Ik was altijd wel een trekker. Als ik in de scouts zat, was ik groepsleider. Ik was altijd wel een trekker. Maar uiteindelijk brachten mijn studies, was sociaal assistent. Ik heb die job 6 maanden uitgeoefend en ik deed dat niet zo super graag. Mm. Maar ik heb dat wel, alles dat ik doe ik altijd wel met heel veel passie en met heel veel engagement. En dan heb ik bij gaan studeren voor onderwijs. En heb ik 5 jaar in het Vrij Technisch Instituut in Oostende gestaan. Bij de jongens van de bouw en elektriciteit en van schilderen. En een supermooie sector, vind ik. Ja. Supermooi beroep. En welke vakken gaf je? Ik gaf project algemene vakken en ik was graadcoördinator. Beetje van alles. Dus een beetje van alles, ja. Ik vond dat superleuk. Omdat ik heel hard geloof dat onderwijs de basis is voor heel veel dingen. En in discussie gaan, in dialoog. En toch beperkt het onderwijs mij ergens in mijn doorgroeimogelijkheden. Ja. Het onderwijs is vrij plat. Je kunt eigenlijk alleen maar directeur worden. Ja, voilà. En als je nu veel werd of weinig werd, het is ook geen verschil. Nee. En voor de leerlingen waarschijnlijk wel. Voor de leerlingen wel, maar als je wat ambitie had, dat beperkte mij wel. En mijn ouders hadden een boekhoudkantoor, ondertussen hebben ze dat verkocht, een boekhoudkantoor in Oostende. En die zeiden van, heb je geen zin om mee in te stappen? En dan ben ik fiscale wetenschappen gaan bijstuderen. En ook weer dat, met hart en ziel. En ik had wel een idee dat een boekhoudkantoor van onder de kerktoren, dat ging verdwijnen. Ja. Maar ook mijn ouders waren niet klaar voor een plet was. Mm. Als Katrien die met een idee zat. En dan moet dat met marketing en met communicatie. Ook daar was het zo wat beperkend. En toen leerde ik Nico kennen. En Nico was eigenlijk een jonge man op dat moment. Maar op zijn 9 jaar was dat een jongetje die beheesterd was door
licht en geluid. En die op zijn kamer, of de zolderkamer, met lichtjes bezig was en met geluid. De sfeer, om een sfeer te creëren. En die zei tegen zijn ouders, ik ga daarmee een beroep van maken. En die zeiden, oei, beroep. Ga je dan in de fanfare? Ben je dan DJ? Nee, ik ga een bedrijf starten in klank en licht. In het begin was dat klank en licht. En hij heeft zijn passie gevolgd. Ja. Hij doet dat nog altijd. Maar het grote probleem met mensen die de passie hebben, is dat ze soms de andere dingen er rond vergeten. Mm-hmm. En Nico en ik zijn eigenlijk zeer complementair in het feit dat hij vooral het operationele en ik eigenlijk de algemene leiding en al hetgene er rond coördineren. En dat maakt ons eigenlijk, we noemen onszelf altijd een powerkoppel. Ja. Maar ondertussen hebben we nog een medevenoot, we hebben nog een fusie gedaan. Corona. Ja, we hebben ook een overname gedaan. We hebben niemand overgekocht ook in corona. Dus we zoeken altijd de opportuniteiten. Omdat we denken dat deze crisis ook heel veel opportuniteiten heeft. Ja. En dat moet je blijven naar zoeken. Oké. We hebben het daar juist al kort gehad over John & Jane. Mm-hmm. Een bedrijf in de audiovisuele sector. Kan je nog iets meer vertellen wat jullie concreet doen? John & Jane is eigenlijk een eventbedrijf die gespecialiseerd is in klank, video, licht en stage design. En wij specialiseren ons voornamelijk op HR-events, bedrijf-events, festivals, beurzen en high-end particuliere events. Zo doen wij bijvoorbeeld de boekenbeurs, alles van audiovisueel materiaal. Maar doen we ook bijvoorbeeld een grote trouwfeest, waar daarnet Sky komt optreden, zo van die dingen. En wij zijn eigenlijk sfeermakers. Hè. Wat doe je zelf om het bij je thuis gezellig te maken? Meestal steek je lichtjes aan, wat geluid. En dat doen we eigenlijk op een grotere schaal. John & Jane is eigenlijk een brand die oog heeft voor perfectie, detail. En samen met onze John & Jane Believers zorgen we dat hier in onze kantoren wordt uitgewerkt. Want dat wordt helemaal uitgetekend in 3D. En dat wordt dan in het magazijn volledig klaargezet. Ja, jullie zorgen er eigenlijk voor dat de mensen een goede dag en een goede avond hebben. Ja, wij zorgen eigenlijk ervoor dat elk een event een prachtige belevenis wordt. Want dat is eigenlijk hetgene wat we willen doen. En eigenlijk is het materiaal dat wij meebrengen, dat is nodig, maar moet zo min mogelijk gezien worden. Ja. Maar op die manier kan je... Want stel maar een evenement voor of een concert zonder klank en licht, of zelf video tegenwoordig. Ja, het gebeurt niet veel hè, dan. Ja, men kijkt altijd naar de artiest bijvoorbeeld die vooraan staat. Maar er zijn nog zoveel meer mensen die achter de schermen. Ja, sowieso. Want ik neem altijd het voorbeeld van The Voice. Als je weet, per nummer dat in The Voice wordt gezongen op een live uitzending, hebben ze bijna een nachtprogrammeerwerk aan. Qua licht. Dus als je weet, er worden 10 nummers gezongen, dan hebben ze 10 nachten nodig. Mm. Er komt dan heel veel manuele handelingen. Het is niet dat boem, en nu gaan we iets doen. Nee, het wordt daar echt over nagedacht. Mm. Er moet een sfeer, wanneer gaat die persoon naar dat punt, het licht moet daarop staan, keylicht, frontlicht, heel belangrijk. Mm. Ja. John & Jane, ik vind dat ook wel een mooie naam voor een bedrijf, maar kan ik even zeggen van waar het idee gekomen is? Er zit een verhaal achter. John & Jane verwijst eigenlijk naar, als de mensen ontdekken in de Anglo-Saxische landen die geen identiteit hebben, dan noemen ze die John of Jane Doe. Dat zijn de mensen zonder identiteit. En wij zijn eigenlijk als audiovisuele partner de John & Jane Doe's van de eventsector. Want onze mensen, die zie je bijna nooit. Die zijn ook altijd in zwart gekleed. En die komen voordat het evenement plaatsvindt alles opbouwen. Tijdens het event zitten ze goed weggestoken, zodanig dat je ze niet kan zien. En na het event bouwen ze alles af. Dus wij zijn de John & Jane Doe's van de sector. Maar John & Jane verwijst eigenlijk ook naar partnerships. Want John is niks zonder Jane. Ja. Zoals Dolce ook niets is zonder Gabbana. Zoals Simon niks is zonder Garfunkel. Enzovoort. Mm. Omdat je altijd hebt de cateraar nodig, hebt een organisator nodig, hebt de podiumbouwer nodig, hebt de klank- en lichtfirma nodig, hebt hostessen. Het is een en-en verhaal. Ja. Dus we zijn allemaal partners van elkaar. En van waar kwam die passie? Want je bent meegestapt in het bedrijf. Ja. Maar toch voel ik een enorme passie bij jou. Het is een ongelooflijk mooie sector. Ja. Je doet zoveel leuke dingen. Je komt op zoveel leuke plaatsen. En je werkt met zoveel toffe mensen. Want
voor deze sector, om in deze sector te werken, moet je echt heel veel passie hebben. Mm. Want dat is 7 op 7, 24 op 24, als het geen corona is natuurlijk. Ontiegelijk vroege uren, ontiegelijk late uren. Maar soms samen zitten op een evenement en daar babbelen en die mensen zien. En ook heel veel van die mensen zijn niet gecompliceerd. Mm. En dat maakt het allemaal zo mooi. En het is een creatieve sector. En ja, dat is gewoon geweldig. Mm. Ja. Kan je dan nog genieten zelf als je naar een evenement gaat? Want soms denk je dan zo, zit je dan niet te overanalyseren? Ja, 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 ja. Als je, stel nu dat als ik naar een concert ga, dan kijk ik welke lampen hangen in het dak, welk geluid hangt er hier. Oeh, ze hebben de cue gemist. Of je hebt veel meer aandacht voor alles die er rondhangt. En natuurlijk weet je het altijd beter. Hè? Dat is niet waar. Hè? Maar ja, je kijkt heel anders naar een event. Het is ook een heel kleine wereld. Ik bedoel, er zijn heel weinig mensen die daar werken. Iedereen kent elkaar ook. En ja, die passie van die mensen, die spat er vanaf. En ja, het is een virus, maar een positief virus. Mm. Die passie krijg je mee. Ja. Hij doet, ja, fijn. Ik kan er blijven over babbelen, over mijn, dat klinkt zeer bezittelijk, maar over de John en Jane Believers die hier werken, die daar ook met de volle mooie passie... Mooie naam ook voor je personeel. Ja, ja, dat zijn onze ambassadeurs. Hé. Ik bedoel, ik sta hier, ik zit hier nu dat te prediken, maar het is wel dankzij hen dat het allemaal gebeurt. Hé. We hebben een aantal key zinnen in ons bedrijf en dat is it smells like team spirit en it keep the fire alive en met John en Jane we always go for gold. En mooi. Dat die hangt hier allemaal uit en ze lachen soms met mij, maar dat is maar lachen. Ze zien mij graag. Je bent dan eigenlijk ook wel een beetje de leading lady hier van uw personeel. Ja. Letterlijk aan de ene kant, maar ook, denk ik, vooral figuurlijk. Voor mij is de leading lady ook iemand die anderen inspireert. Ik denk dat je hier ook wel uw personeel inspireert. Wat voor een leidersfiguur ben je hier in het bedrijf? In ons bedrijf is er geen hiërarchie. Iedereen, ik vind het heel belangrijk dat iedereen kan mee beslissen, dat er dialoog is. Ik vind dat enorm belangrijk. De tijd dat de baas het voor het zeggen had, dat is echt wel voor mij voorbij. Maar ze weten ook dat ik bepaalde waarden en normen heel belangrijk vind. Hetgeen dat ik daar juist over had, die hangen hier ook uit. En soms moet je wel een keer beslissingen nemen die hard zijn. Of dat je zegt van oké, nu is het zo en niet anders. Maar wij gaan heel veel met elkaar in dialoog. Ja, heel veel. En dat werkt ook. Ja. En ik vraag me dan af, als je hebt lerares geweest, speelt dat hier een beetje mee in hoe je naar je personeel toe bent? Alles dat ik geleerd heb in mijn vorige leven, als ik het dan zo mag benoemen, sociaal assistent, lerares, boekhouding, die maken een groot deel uit van wie ik ben vandaag. Maar ik leer elke dag, ik volg nog elke dag opleidingen. Mijn mensen inspireren mij ook. Ik vind het zeer belangrijk om zelfreflectie te doen. Ja. Dat vind ik een van de belangrijkste dingen. Ben ik goed bezig? Is dat wel zo? Ik kan nog veel dingen bijleren. Ik ben nog niet aan het einde. Ik heb ook nog veel zin om te leren. Dus ik denk dat het een combo is door de mensen rondom je. Ja. Je wordt maar zo sterk als je de anderen goed behandelt ook. Ja. Ik geloof heel sterk in daarin. Ja. Oké. Okay. Ja. En als onderneemster, wat zijn jouw stokpaardjes, als ik het zo mag zeggen? Wat vind je belangrijk als je aan het ondernemen bent? Ik vind het altijd heel belangrijk om iedereen recht in de ogen te kunnen kijken. Ja. Ik ben niet de grootste strateeg. Mijn hart ligt op mijn tong. Ik ga heel vaak uit van mijn buikgevoel. Je merkt wel hoe groter je bedrijf wordt, hoe meer dat je strategisch moet nadenken, hoe meer dat je moet zeggen, oké, wat is de droom? Hoe gaan we daar naartoe? Welke doelstelling? Kort, lange termijn? Er worden budgetten tegenover gezet. Dus op een gegeven moment ga je, als je als bedrijf groeit, moet je ook wel een bepaalde... veranderen er ook wel een aantal dingen. Maar ik vind... De waarde dat ik eigenlijk altijd heb meegekregen van thuis, vriendelijk, beliefd, ervoor gaan, altijd je beste beentje voorzetten, maar ook met respect voor de ander. Dat vind ik zo belangrijk, zowel naar klanten, naar leveranciers, naar medewerkers, naar iedereen die van John en Jane maken, dat heel veel respect voor hen. Dat vind ik eigenlijk de basis van alles. Oké. Okay.
Je bent ook een van de initiatiefnemers van samen andere bedrijven vanuit de sector, van Sound of Silence. Ja. We hebben dat gezien op Facebook, al de oranje lintjes die tevoorschijn kwamen. Dat is voor de cultuur- en de evenementensector. Ja. Je bent ook de woordvoerder van dat initiatief. Ja. Wat doen jullie juist met dat initiatief? Well, met Sound of Silence willen we eigenlijk een soort drukkingsgroep zijn die de federaties die we hebben een stuk versterken. We waren enorm gefrustreerd in augustus 2020, of eigenlijk in juli 2020, dat er was toen een golf in Antwerpen en weer alles van onze sector werd platgelegd. En onze sector is een zeer jonge sector. Vergeleek onze sector met de start van Rock Werchter, de jaren 70. En we hebben altijd gewerkt als sector, maar nooit echt stilgestaan bij oké, hoe moeten wij ons deftig vertegenwoordigen? Dat de mensen weten wie dat we zijn. En dat speelde ons enorm veel parten. We hadden ook geen steunmaatregelen, we hadden niks. En we hadden zoiets van, kom aan, wij moeten hier onze sector meer in de kijker zetten. En toen hebben we Sound of Silence opgericht. En eigenlijk geprobeerd op een positieve manier, want ik denk dat dat altijd belangrijk is. Dat is ook een stuk van het DNA dat ik heb en ook van ons bedrijf, maar ook van Sound of Silence. Op een positieve manier ons de aandacht vestigen op onze sectoren. Ja. Had je dat dan een beetje... Kan ik de lijn trekken met je bedrijf? John & Jane staat voor mensen zonder identiteit. Ja. Had je het gevoel dat de sector een sector was die geen spreekbuis had en die niet gehoord werd? We hadden geen spreekbuis, sowieso niet. Hè. Toen corona kwam is er in allerijl een alliantie opgericht waar dan Bruno Schouwer ook een spreekbuis van werd. En eens moest die sector ook gaan lobbyen, wat hadden we nog nooit gedaan. Als je dan vooral kijkt naar de cultuursector, enorm verdeeld. De eventsector is al iets beter. Maar we hadden ook niet de nodige media-aandacht. Ja. Je ziet altijd de Matthias de Kalle. Ja, van Horeca Vlaanderen. Van Horeca Vlaanderen hebben we dat niet. En wij hebben eigenlijk geprobeerd een Bruno mee te helpen versterken, zodanig dat niet alleen dat er ook aandacht was voor die sectoren. Want het is nog altijd niet evident. En zou dat bijvoorbeeld na de crisis, hopelijk gaan we ervan afvragen. Sowieso. Zou dat dan de bedoeling zijn dat dat een soortzelfde initiatief wordt zoals Horeca Vlaanderen en dat dat iets duurzaams wordt? We zouden graag met Sound of Silence een reconversie maken naar een iets duurzamer iets. We gaan nu binnenkort iets lanceren op de website waar de mensen die binnen de sector zich kunnen op inschrijven. We zouden graag naar een soort, in de politiek noem je dat dan een burgerinitiatief, maar naar een initiatief van de sector waar de mensen een... moet een aantal punten kunnen voorstellen waar we in discussie kunnen gaan om dan daaruit de vijf belangrijkste punten voor de volgende 5 jaar te kunnen vaststellen. Want ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja. Wij hebben niet zoals de Horeca Vlaanderen de fondsen, we hebben geen paritair comité, want Horeca Vlaanderen of de horeca heeft een paritair comité, daaruit krijg je sectorfondsen. Wij hebben dat niet als sector. Dus eigenlijk zitten wij daar met twee mensen, Bruno en Stijn, die eigenlijk quasi voor niks dat allemaal doen. Ja. En die de communicatie en de nieuwsbrieven, alles moeten doen. Terwijl dat horeca is veel gekender ook. Ja, ja. Ja, dat gaat in de tijd van de middeleeuwen. We kenden al de herbergen. Planka Licht of entertainment. Ja, dat kennen we eigenlijk al van bij de Romeinen. Maar alles wat daarbij hoort, dat is moeilijk om te vatten. Althans, van daaruit hangen eigenlijk alle sectoren er een beetje aan. Ja. Want toen ik zelf naar een theater ging... Mm-hmm. Daarvoor ga je iets gaan eten, daarachter ga je nog iets gaan drinken. Dus al die andere sectoren... Ja, we versterken allemaal elkaar. Want als je kijkt naar een evenement wordt eigenlijk gebouwd door 9 leveranciers. Een gemiddeld event, dat is veel. Hè. Maar als je dan kijkt naar hetgene wat er rondhangt, het openbaar vervoer, tot de logies van de hotels, alles, tot de horeca die erbij hoort. Dus ja, komt heel veel bij te kijken. Ja. Oké. Eind december was een domper op de vreesvreugde, mag dat wel zeggen, denk ik. Jullie waren eigenlijk misnoegd de sector. En ik had het gevoel dat dat zo de eerste keer was. En je mocht totaal niets meer doorgaan, maar vroeger in de crisis was dat ook al geweest. Maar ik had nu wel het gevoel dat nu alles oneerlijk werd aangevoeld. En dat dat vroeger meer... dat de sector het meer begreep. Hoe komt dat nu zo als oneerlijk werd? Omdat je kan dat niet meer uitleggen. Als ik hier ga lopen, dat in Turpscafé wel bijna alles mag. Met maatregelen, voor alle duidelijkheid. Maar dat in een zaal waar de mensen van elkaar zitten, gecontroleerd worden, ventilatienormen die moeten aangeleefd worden, dat dat niet meer mag. Mm.
En dan gaat het niet meer over dat die sector gevaarlijk is. Of onze sector, event- en cultuursector. Dan gaat dat puur over de lobby die het luidste roept. Mm. En voor de eerste keer in lange tijd hadden we ook de publieke opinie terug mee. In de zomer was dat moeilijk, omdat je had het garantiefonds van de overheid en iedereen dacht, ja, Tomorrowland 1,8 miljoen, Pukkelpop 1,8 miljoen. Dat was daar negatieve berichtgeving rond, wat dat niet terecht was voor alle duidelijkheid. Dus de publieke opinie waren we kwijt. En op dat moment hadden we de publieke opinie ook terug. Er was er heel veel kwaadheid ook binnen de sector. We zeiden, allee, wij hebben ons altijd aan de... En waarom moeten horeca niet sluiten? Waarom moeten wij wel? Waarom moeten retail niet sluiten? En wij wel? Wat maakt ons zoveel gevaarlijker? En dan, ja, de Raad van State heeft dat ook bekrachtigd. Ja. Voor alle duidelijkheid. Werd dat gezien als een overwinning? Ja, ja, dat was een overwinning, zou wel zijn. Ik weet nog dat ik in de auto, want we hebben de 26e de betoging. We hebben dat met drie dames georganiseerd. Dat was op aangeven van Stanley Krets. En met die drie dames hebben we dat in elkaar gestopt. Waaronder ik, en nog een andere, Katrien en Hilde. Dat was al kicken om al die mensen samen en zo van dat gevoel van samenhorigheid, dat was de max. Ja. Als je dan de dag erna, de maandag op de radio hoort dat de Raad van State akkoord gaat met... Ja, dan heb je wel zoiets van, ja, oké. Zie je, het klopt wat we zeggen. En daar heb je ook de publieke opinie mee, dat je zegt. Ja. Want ik had zo het gevoel dat jullie betoging zo door de publieke opinie werd ondersteund, terwijl de andere was zo vaak... tegen de maatregelen ook, die niet aanvaard werd door de grote meerderheid. Voelde je die steun ook? Ja, ja, wij voelden die steun. Het was de eerste keer dat terug zo vrienden of familie belden. Goh, het is toch niet fair, wat is allemaal met jullie doen? Hé? Je moet toch echt iets tegen doen? Hey. Dat was heel lang geleden. Ja. Dat was echt lang geleden. En kun je rap erop starten? Nee. Want, nee. Enfin, je hebt, nu, het is dat ik ook zeg, je hebt cultuur die heel wijd gespreid is, van commerciële cultuur tot gesubsidieerde cultuur. De eventsector is ook zeer wijd verspreid. Kijk maar naar het Sportpaleis, maar dan heb je ook congres niet. Wij merken niet dat er nu aanvragen binnenkomen om voor 200 mensen. Iedereen wacht af. Het is ook heel moeilijk om voor bedrijven feesten te organiseren als je moet telewerken. Dus allee, ik denk dat we nu moeten gaan naar een echte hele goede PR-campagne over events en cultuur. De politici of de virologen moeten stoppen met het bashen, met het stigmatiseren. Want wij doen echt wel heel veel. Hè. Wij moeten aan ventilatienormen voldoen. Iedereen moet kunnen aantonen dat hij getest of gevaccineerd is. Wij hebben al altijd gewerkt met beperkingen. Ja, ik voel mij ook nooit onveilig. Als ik tijdens de maatregelen eigenlijk naar een toneelstuk of zo ging. Nee, maar ik heb dat ook nooit zo ervaren dat dat onveilig is, omdat je met heel veel dingen moet rekening houden. Je hebt zelf mensen die, ik zeg nu maar voor privé-initiatieven, voor huwelijken, die zeggen, ja, iedereen moet een sneltest en die moet negatief zijn, niet positief, negatief zijn. Dus mensen nemen ook wel zelf dat initiatief. Je hebt het daar juist al een keer gezegd, van never waste a good crisis. Welke opportuniteiten heb je gehaald uit de crisis, door omdat je out of the box moest denken? We hebben heel veel opportuniteiten. In deze crisis, we hebben overnames gedaan, we hebben een fusie gedaan. Dus dat zijn al opportuniteiten op zich. Je moet ook die opportuniteiten kunnen blijven zoeken, want dat is niet evident. Hè. Ik wil het niemand toewensen, de dag dat je heel je bedrijf ligt plat op van de ene op de andere dag. Hé. Je hebt een volledige orderboek en ineens gaat dat naar nul. En dan denk je, maar ik heb die mensen, ik heb die kosten. Dus je moet wel blijven. Altijd de opportuniteit zoeken. Ik heb een KMO-dossier geschreven, een groeisubsidie. Maar we hebben Sound of Silence gedaan. We hebben... We hebben ingezet op digital hybrids, we hebben digitale events gedaan. Dus we hebben eigenlijk altijd blijven aan R&D doen, we hebben blijven ontwikkelen, we hebben onze mensen blijven in het werk houden, om eigenlijk klaar te zijn voor hetgeen dat komt. Ja, oké. Okay. Kijk ook graag eens naar de toekomst met mijn gasten. Ja. Hoe kijk jij naar de toekomst? Ik denk dat we naar een heel mooie periode gaan. Ja. Dat klinkt nu misschien raar, omdat we midden in... bijna vijfde golf zitten.
Ja, ik ga dat ook uitleggen waarom. We zitten in... Beleving speelt meer en meer een cruciale rol in onze leven. Vroeger, als je producten wilde verkopen, maakte je reclame op televisie. Nu, wat doen we? We spoelen reclame door. Mm-hmm. Je moest er bij Telenet of bij Proximus een abonnement zijn dat je altijd reclame kan doorsturen. Pijs dat we het allemaal misschien wel zo nemen. En als je goede reclame vindt, ga je die doorsturen via WhatsApp, via Messenger of ga je die delen op sociale media. Dus de reclamebudgetten verschuiven naar belevingsbudgetten. Je gaat niet meer een mini kopen omdat je hem ziet op een reclame. Je gaat een mini kopen omdat je hem erin hebt gezeten. En uit studies van Harvard blijkt ook dat 78% van alle millennials gaat producten kopen als ze het kunnen beleven. Mm. En in die belevingsmarkt speelt de eventsector een zeer belangrijke rol. Dus ik denk, ik ben ervan overtuigd, dat blijkt ook uit studies, dat bedrijven die in gaan zetten op beleving, gaan 30% meer omzet draaien binnen de 2 jaar. Dus meer en meer bedrijven gaan al inzetten op beleving. Dus dat gaat een impact hebben op bedrijven zoals het onze. Omdat wij ook op die beleving inzetten. We gaan nog meer nodig zijn. We gaan nog meer nodig zijn, want die reclamebudgetten die vroeger op tv gekomen, gaan nu naar eventbudgetten komen, naar belevingsbudgetten. Ja. Dus ik zie de toekomst enorm rooskleurig. Ja. Het is nog even door een zure appel beten. Ja, die marketing was vroeger veel agressiever. Je kreeg het tijdens het programma, maar we willen dat natuurlijk niet meer. En we willen het op het moment dat we het, dat we het zelf hebben gekregen. Ja, maar bijvoorbeeld ING, we hebben een evenement gedaan met ING rond de Rode Duivels, die wedstrijd in. En daar konden de klanten van ING, die op die dag waren geboren of tot een verjaardag, konden naar dat event gaan vooraf en konden een meet and greet doen. Dat is een beleving. Daar heb je zoveel meer aan dan dat je die reclame ziet van ING. Dat is, als je met in een mini mag zitten en je mag je daar rondtrainen en daarna is nog een high tea. Het idee van Engeland. Dan ga je dat veel meer onttonen. Dan ga je misschien veel sneller overtuigd zijn om die mini te kopen. Ja. Dus ik geloof heel sterk in onze sector. We hebben het daarover al gehad, dat de politiek eigenlijk de evenementensector in december niet goed behandeld heeft. Ja. Welke tips zou je hen meegeven voor 2022? Hoe moeten ze met jouw sector positief omgaan? Maar ik denk dat de sector nood heeft aan eensgezindheid. En eensgezindheid, onze sector kan je niet vatten. We hebben geen natiebelcodes. Natiebelcodes zijn, dat krijg je bedrijf om te weten wat je doet. Dat bijvoorbeeld een restaurant maakt, een restaurant en een café. Dus als jij morgen een restaurant hebt, heb je een bepaalde natiebelcode, een restaurant. Ik zeg, dat is heel simpel. We hebben dat niet. Wij kennen. Er zijn geen natiebelcodes voor eventbedrijven, dus we moeten heel sterk daarop werken. Een paritair comité, heel belangrijk voor onze sector. En ik denk dat we eigenlijk ook naar een, wij noemen dat met Sound of Silence de Vlaamse eventmeester, maar ik kan het ook wel vinden in de minister voor events en cultuur. Ja. We hebben dat niet. Wij weten niet naar welke bevoegde minister we moeten gaan. Dus als ik de politiek mag oproepen, is maak samen met ons werk van die 3 punten. Oké. En welke toekomstplannen heb je nog met het bedrijf? Naast dan dat beleven dat je daar heeft? Ja, ik denk, John en Jane, wij zijn bezig, dat gaat al met een chic woord, een buy-and-build strategie. Dat is eigenlijk, we willen onze groei verder zetten. We zijn de voorbije jaren voor corona telkens met 20% gegroeid. We willen dat ook verder blijven zetten. Er komen opportuniteiten op de markt. Dat klinkt hard, maar dat is ook zo. Mensen die, of bedrijven die het wel lastiger hebben. We willen kijken naar hoe kunnen we nog overnames doen. Maar niet alleen binnen België, ook daarbuiten. Ik denk, ik leg de lat voor mijn medewerkers altijd hoog, maar ook voor mezelf. Ja. We moeten ambitieus zijn en durven dromen. Ja, je zegt groeien. En toch heb ik je ook al een keer de uitspraak horen doen. We willen niet de grootste zijn, maar wel de beste zijn. Ja, we willen groeien binnen ons niche. Als met John en Jane. John en Jane gaan nooit de firma zijn die de Werther zijn zo gaat doen. Dat is ook niet onze core business, dat is ook niet ons DNA. Ja. Ons DNA zit in de belevingsmarkt. En ik denk dat er daar nog heel wat potentieel is. En ja, ik wil altijd de beste zijn. Oké. Ik heb nog 1 ronde voor jou, de snelle ronde. Dus het eerste die in je opkomt. Ja.
Tomorrowland of naar de opera? De opera. Oké. Okay. En een favoriet dat je al gezien hebt? Nee, geen favoriet, maar de opera spreekt mij aan. Ik ben ooit naar Tomorrowland geweest, wat dat de max is van een evenement. Maar voor mijn persoon is dat te veel. Oké. Okay. Te veel indrukken. En de opera, ik hou wel enorm van het klassieke repertoire. Joggen of shoppen? Joggen. Lerares of onderneemster? Onderneemster. Welke song is jouw all-time favorite? Mijn all-time favorite. En nu, ik heb dat juist geluisterd naar Por qué te vas. Oké. Okay. Ja. En wie is jouw grote voorbeeld? Mijn grote voorbeeld. Ik denk dat dat. Ik kan daar niks kort op antwoorden. Alle vrouwen die mij hebben opgevoed. Oh, dat is mooi gezegd. Ja. Mag ik jullie enorm bedanken? Dank u, graag gedaan. Voor het. Allee, heel inspirerende babbel. Ik vond het heel fijn dat ik je mocht interviewen. En ik zou wel zeggen tegen jullie, abonneren, maar volgende maand ga ik terug in gesprek met de straf, madame. Dank u wel om te kijken.